Hallo, ik ga even een demo geven over hoe je leads die gegenereerd worden via een LinkedIn-campagne kunt volgen tot en met de acties van sales. En daarmee bedoel ik dat een lead die binnenkomt via allerlei marketingactiviteiten, die wordt op dusdanige manier de organisatie ingezet dat sales er ook mee wat kan doen. En als sales er weer wat mee doet, wordt het automatisch teruggekoppeld naar marketing. Dat klinkt even heel conceptueel, maar ik ga het gewoon even aan de praktische kant laten zien. Ik heb hier een advertentie voor een bedrijf dat heet Boeken en Doekjes. Die doet de boekhouding en maakt ook meteen het bureau schoon als ze klaar zijn. Dat is eigenlijk schoonmaken en administratie in één. Daar is ook netjes een landingspagina voor, met Boeken en Doekjes. Daarvoor heb ik, daarnaast heb ik een tussentabel, ja eigenlijk een Google Sheet waarin de data verzameld wordt, die weer op andere manieren gebruikt gaat worden. Ik heb hier een CRM-systeem, in dit geval Zoho CRM. Had elk ander CRM kunnen zijn. Ik heb het met Pipedrive gedaan, met SuperOffice, HubSpot, ja, noem ze maar op. Het werkt met allemaal, Salesforce. Dus met de meeste CRM-systemen kunnen we dit ook realiseren. En ik ga dus ook zorgen dat de data die hierin staat, dat die eigenlijk automatisch ingevuld gaat worden. En we hebben dan nog netjes een dashboard die aangeeft hoe goed de campagne doet. En dit is eigenlijk hierbovenin zie je allerlei data vanuit LinkedIn. En daaronder zie je dan de resultaten, namelijk de offertes die binnen zijn gekomen. En dat komt overeen met wat je hier ziet staan. In de demo, als je deze bedragen optelt, klopt dat ook. En dat klopt ook met wat nu in Zoho staat. Nou, om even te laten zien hoe dat in zijn werk gaat. En dat gaat eigenlijk volledig geautomatiseerd, zonder handmatige handelingen. Ik heb een advertentiecampagne gemaakt met een hele specifieke doelgroep. En ja, die doelgroep gaat deze advertentie zien. En ik weet ook van tevoren, daar is onderzoek naar gedaan, dat deze mensen behoefte hebben aan deze dienst. Dus mensen zien die advertentie, klikken daarop, komen dan automatisch op de landingspagina. En lezen nog even wat meer informatie. Ze zijn getriggerd door de advertentie. Ze worden overtuigd door de landingspagina en denken, ja, maar dit vind ik interessant. Dat wil ik ook. Nou, dan typen ze in. Ik ben Hans de Jongste. En het bedrijf heet De Jongste en Zonen. En het e-mailadres is hans@dejongste.nl. Dus dit is het formulier wat ingevuld wordt naar aanleiding van de advertentie. En er wordt geklikt op aanmelden. Wat er dan gebeurt, is dat Hans de Jongste hier automatisch in de database staat. Nou, dat is op zich niet heel bijzonder. Wat je erbij ziet, dat hij komt via LinkedIn-campagne, via een CPC-campagne. Hij heeft de campagne's demo, welke advertentie het was. En ja, het is eigenlijk de informatie die als eerste binnenkomt. Wat er nu gebeurt op de achtergrond, is dat het bedrijf De Jongste en Zonen aangemaakt wordt in het CRM-systeem. De contactpersoon wordt toegevoegd, Hans de Jongste, met zijn contactgegevens die bekend zijn. En er wordt een deal aangemaakt. En die deal die wordt toegekend aan iemand van sales. Dus een accountmanager van sales krijgt netjes een melding van, hey, er is een nieuwe deal voor je, een nieuwe lead in dit geval. En ga daar maar actie op ondernemen. Dus die gaat dan zometeen hier terugkomen in het CRM. Nou, hij staat hier nu nog niet. Ik zal even verversen. Ik denk nog niet dat hij er al is. Nee, hij staat er nog niet. Daar zit altijd een stukje vertraging op. Maar hoe ziet zo'n deal eruit? Ik had er al een paar ingevuld. Deze persoon heb ik netjes ingevuld. Dit was een aanvraag van de firma De Beerbeveiliging, Barry de Beer. Ik denk dat die €1500 is. Ik heb nu even een kwalificatiefase. Normaal houden we ook rekening mee als een deal verplaatst in de pijplijn naar een andere fase, dat die dan pas geüpdate gaat worden. Maar even kijken of Hans nu al toegevoegd is. Als Hans toegevoegd is, dan komt hij hier automatisch een blauw vak te staan met de ID van de deal vanuit Zoho, zodat hij altijd weer opgeroepen kan worden. En dat is altijd eventjes wachten. En dat is heel vervelend, maar dat heb je met de live demo. Dan moet je altijd even wachten tot het script hem oppakt. En er zit een cyclus achter, dus ja, hij draait dat, ik meen, elke 5 minuten. Dus ja, het kan zijn dat het binnen een minuutje er is, of inderdaad over 5 minuten. Als dat zo is, dan spoel ik wel even fast forward.
Ik wacht even. Ik denk dat ik even vast voor moet gaan. Maar wacht, maakt het wel echt. Dan zit het niet voorop zit, dan is het gewoon een live demo. En dat goed is aan Hans nu. Toch wel eens een beetje toegevoegd worden. Ja, daar springt hij ineens hier op een blauw vlak. Dus Hans is nu toegevoegd aan het CRM-systeem. Nou, dan kan ik gaan kijken in het CRM-systeem bij de deals. En dan moet daar, als het goed is, en die moet je ook even verversen. Sommige CRM-systemen doen dat vanzelf. Soho is daar wat minder interactief in. En dan zie ik, als het goed is, hier de jongste en zonen. Dus die deal staat er nu bij. En als ik die open, dan zie ik netjes alle informatie erbij die benodigd is. Die is allemaal automatisch ingevuld. Alleen er staat nog geen bedrag. En dat zie je ook terug hier. Er staat nog geen offertebedrag ingevuld. Maar wat er nou gebeurt? De salesmanager gaat bellen. Die spreekt met Hans. Leuk gesprek. En Hans heeft wel interesse. Dus de salesmanager stuurt daar netjes een offerte heen voor €2500. En die slaat hij op. En die komt, als het goed is, meteen weer hier, zo meteen. Ja, daar staat hij. Wordt hij automatisch weer ingevuld in de database tabel. Waardoor we dus in het dashboard kunnen zien, bij de leads en bij de handel, als we die dan even verversen, meteen de jongste en zoon is toegevoegd. Offertebedrag €2500. Dus de offerte totaal wat nu open staat op basis van deze campagne is €11.500. En dat is eigenlijk de demo die ik even kort wilde laten zien.